ik u voorstellen, Rob Schoof, Ibe Swens en Matthias Schils. Zij komen jullie verwelkomen en lekker en smakelijk eten. Alsjeblieft. Dank u. Dank u wel. Het is een overwinning. Ja. Wat er gebeurt na de sportieve hoogtepunten op het veld, 1-0 winst tegen Antwerp, virtueel de eerste plaats, gaan wij nu genieten van een lekkere maaltijd die voor ons geserveerd wordt door J&M Catering en topchef Rick van der Zanden. Dus ik denk de sfeer zit goed, het kan alleen maar beter worden. De nacht is nog lang, zoals ze in Sint-Truiden zeggen. Is het normaal dat spelers naar hier komen? Wel, wij vinden het eigenlijk normaal dat de spelers goeiedag komen zeggen tegen de sponsors en dat ze even een handje komen geven. Ze doen dat momenteel ook met heel veel plezier en ik vind dat heel belangrijk. Ja. Hier zijn we dus in Skybox 10 van drie partners. Die ook net hun voorgerecht genuttigd hebben. Heren en dames, was het lekker? Ja, bezig. Meneer is er bezig, maar normaal gezien eten wij steeds voor de wedstrijden. Vandaag is dat nu natuurlijk met een wedstrijd om 5 uur is het eten na de wedstrijd. We hebben die formule ietsjes aangepast, maar u ziet het, we hebben rollen op het veld en dat brengt ook de sfeer hier mee. Heren, smakelijk en dames, smakelijk heren. Het gevoel in de skybox is goed. Ik had eigenlijk dat ook wel verwacht. We zitten hier met een paar kameraden die allemaal iedere wedstrijd een beetje klanten kunnen uitnodigen. En het gevoel is eigenlijk dat wij die sfeer een beetje zelf creëren. En natuurlijk als we dan winnen, een wedstrijd winnen is natuurlijk altijd dat de sfeer een beetje omhoog gaat. Dat is normaal. En voor de rest moet je altijd zelf sfeer maken, denk ik. Hè. Wat onderscheidt dergelijke skybox van andere teams? Ik denk dat een skybox de mensen die een hele week hard gewerkt hebben en die dan naar de wedstrijd komen kijken, een beetje rust kan geven. Als je dat vergelijkt met de VIP-seats van vroeger, ja, dat was heksen en dat was vechten om een punt vast te krijgen. En als we kwamen eten, dan was het altijd op een heel andere manier. Nu kan iemand rustig naar hier komen. U ziet, zelfs de kinderen zijn erbij. Dus mijn vrouw die kon ik vroeger nooit meekrijgen en nu komt die heel graag mee. En ik denk dat dat een beetje de bedoeling is van de skyboxen. Dat zowel man en vrouw die elkaar door het zelfstandig beroep de hele week niet zien, dat die elkaar dan wel in het weekend kunnen op die manier vervoegen. Dat de vrouw kan meegaan, wat vroeger niet het geval was. Het nadeel is dan natuurlijk wel dat ik iets vroeger thuis ben dan vroeger. Dat is wel het nadeel, want ja, dus ik kan dan natuurlijk niet blijven zoals dat vroeger was, zolang als ik wil. Dat is natuurlijk het nadeel, dat moet je begrijpen. Hè.